Het land van Maas en Waal krijgt zijn eerste eigen vlag. Deze vlag wordt niet alleen uitgekozen door een jury, ook inwoners kunnen stemmen. Organisator Wim van Leeuwen vond het een goed idee om met invloed van inwoners een eigen vlag te creëren. Tot nu toe is er niet iets wat het hele land van Maas en Waal verbindt eigenlijk. We hebben de gemeente West Maas en Waal, die trekt meer op met Tiel. Druten trekt meer op met Wijchen. Beuningen zit tegen Nijmegen aan. En dit zou dan een symbool kunnen zijn van identiteit van alle mensen van Maas en Waal, één en dezelfde vlag. Nou, wij denken dat die vooral gebruikt zullen worden bij de recreatiemogelijkheden die je vooral langs de Maas en de Waal hebt. Het zal niet een officieel vlaggetje worden wat elke dag bij het gemeentehuis komt te hangen of een provinciehuis. Dat zal het niet zijn. Er zijn maar liefst 58 ontwerpen ingestuurd. Jong en oud heeft meegedacht. Nou, we hebben dus inzendingen gekregen van kinderen van een jaar of 11 tot mensen misschien wel rond de 80. En het is een van de jeugdigen, dat kun je zien. Overal, heel veel komt natuurlijk terug, die twee rivieren en heel veel groen. Wat er dus hier bij ons ook heel veel is, fruit en de steenovers die we hebben gehad en heel veel vee en de rivieren weer. Hier kunnen we terug refereren denk ik aan van de wortels van Maas en Waal, dat die goed in de bodem zitten. En weer twee rivieren en veel fruit. Hier komen de vier wapens nog een keer terug van alle vier de gemeentes die in Maas en Waal liggen. En hier hebben we weer de twee rivieren die bij elkaar stromen en waar ook weer heel veel groen bij is. Dus ja, het is een ratje toe eigenlijk van allerlei verschillende ideeën. Het waren er 57. Dus keus genoeg.